Zo, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van mijn Feyenoord Carrière. Vandaag de tweede vriendschappelijke wedstrijd. We spelen tegen Atletico Madrid. En ik speel met mijn B-team. Gewoon omdat het kan. En dat A-team te vermoeid was. Dus vandaar. Nog geen nieuwe transfers. Er zit te kort tijd tussen al die wedstrijden in het begin altijd. Zodat het vrij lastig is om gelijk al spelers te kopen. En alle spelers die ik wil hebben, die zijn zo duur, jongens. Echt niet normaal. Sander, sorry, Tevez. Het gaat hem echt niet worden. Hij is 35, hij heeft een rating van 75. En ja, het is hem gewoon, het gaat hem gewoon niet worden. Sorry, man. We hebben wel voor andere spits aan het kijken natuurlijk. Maar hier Andrade al met een kans. Ah, Vilena, let dan op, joh, lul. Maar goed. En ja, nieuwe rechtsback. Ik weet niet of ik daar eigenlijk aan moet beginnen. Ik zei het de vorige keer al. Ik zit eraan te denken op 3-5-2 te gaan spelen, jongens. Gewoon drie verdedigers. Ik heb genoeg centrale verdedigers. Goede centrale verdedigers ook. Te veel. Ik heb er volgens mij, ja, Kongolo kan ook centraal. Met hem heb ik er gewoon 6. Dus nou, dat komt er toch mooi uit. Het enige wat ik dan moet vinden is een goede 10. En het liefst 2 nieuwe spitsen. Minimaal 1. En daar zijn we hard naar op zoek. Ik zit te denken aan Timo Werner van Leipzig. Die is een partij snel, jongens. Niet normaal. Als die dan naast Dolberg kan spelen, dan heb je toch het ideale koppel, volgens mij. Dolberg kan goed koppen, fysiek redelijk sterk. En dan een snelle spits ernaast, die ook nog eens gewoon goed kan afmaken. Ik zie het wel zitten. Maar goed, eerst maar eens nu tegen Atletico winnen. Ja, de nummer 10. Ja, weet je, ik wil gewoon goede spelers halen. En ze zijn niet te betalen, jongens. Het is niet te betalen. Ik zit te denken om misschien toch Sanchez te gaan verkopen. Ik weet het. Hij is hartstikke goed. Maar hij is ook zo vaak geblesseerd. En hij kan gewoon aardig wat geld opbrengen. Dus misschien dat ik dat wel ga doen. Want we hebben met Klaasie, met Vilena, met Fosu-Mensah en met Kimmich hebben we, ja, in principe genoeg mensen voor die posities. Eigenlijk te veel. Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog Ødegaard die op 10 speelt. We hebben Mertens die daar ook redelijk goed kan spelen. Dus ja, keuzes maken is niet makkelijk. We hebben trouwens ook een bod gehad op Kasdorp van Barcelona. 17,5 miljoen. Ik heb 20 gevraagd. Toch maar even kijken of we ietsje meer kunnen krijgen voor hem. En hier een goede paas van Vilena op morgen. Morgen is het door. Scoren, jongen. Ja! Yes! 1-0. Lekker. Goede paas van Vilena. Heerlijk. Ondanks dat hij onderuit geschoffeld wordt. En morgen is snel. Kan niet meer bijgehaald worden. En scoort. Zo spelen we toch lekker, hoor. Tegen het, ja, nou ja, tegen een aardig elftal, volgens mij. Want ik zag Griezmann er al tussen lopen. Dat is natuurlijk wel de beste speler van Atletico. Verder, ja. Ik heb eigenlijk niet heel erg goed opgelet wie er nog meer tussen liep. Maar hier hebben we Griezmann. De rest. Ik zit nu. Ah ja, Carrasco natuurlijk. Die is wel goed. Dus het is niet zo dat we met een belachelijk elftal op de proppen zijn gekomen. Maar hier Meijer. Die speelt omdat Lozano, ja, ik denk de Copa America aan het spelen is met Mexico. Hetzelfde geldt voor Reyes, met een nieuwe centrale verdediger die gratis overgekomen is. Die zijn allebei met Interland. Oh, waar komt hij die aan? Bah, kom terug. Goed bezig, jongens. Even door, lekker. Ja. Oh, Fosu-Mensah, hij is niet snel. Meijer dan, geef een goede voorzet, jongen. Oh, dat is een hele goede voorzet. In één keer! Pwah! Shit! Andrade, jongen. Dat had een goddelijk doelpunt kunnen zijn. Pam, in één keer. Ja, het is lastig. Hij gaat echt maar net naast. Oh, had die erin gegaan? Dan weet ik niet wat ik had gedaan. Nu dan, Andrade. Nog een kat. Ah, die bal is net iets te hard. Kom er binnen. Schiet dat alsnog. Shit. Oh, was die bal ietsje zachter geweest. Dan had hij echt perfect geweest. Oh. Nee. Ik wou schieten. Toen weer niet. Dan gaat hij kappen. Dat wou ik ook niet. Ødegaard komt er niet langs.
Goed. Hoi. Jongen, leg hem nou gewoon zijn voeten neer, man. Goed bezig. Ja, ik wou hem naar die spits spelen. Die stond buiten spel. Dat zag ik later pas. Oh, Ødegaard met een gelukje er langs. Jammer, geen goede voorzet. Nu dan. Oh, Vosumensa, jongen, wat doe je nou? Troepé. Oh, dat is geen goede paas, meneer. Nou. Is dat toch 1-0 voor. Zo is het ook. Lekker doorgaan. Ja, Ødegaard is alweer moe natuurlijk. Dat zal je altijd zien met die gozer. Nou, dan zetten we toch Sanchez er maar in. Die had de vorige wedstrijd ook maar heel even meegedaan. Mag hij nu ook weer even meedoen. Na zijn blessuretje. Ja, jongens, hou die bal nou bij je. Zo moeilijk is het toch niet? Lichaam tussen de man en de bal inhouden, kan die er nooit bij. Als hij die overtreding maakt, zo makkelijk. Kom op. Sanchez alleen voorin. Goeie bal, jongen. Ja, dit is ook lekker. Meijer naar binnen. Meijer. Doe er wat, joh lul. Godsamme. Op Mulder. Ja, Muldertje. Mulder is goed, jongens. Echt, serieus. Sanchez loopt hem vrij, lul. Vilena, wat doen we? Vilena, kom op, jongen. Ah! Crap, weer niet. Goed bezig, jongen. Patience is the name of the game at the moment. Wie, oh wie? Attacking now. Lekker Vosumensa, lekker. Ah, waarom schiet je hem nou niet in? Je draait ze mooi weg. Ik had je bijna een spits gemaakt als je die erin had geschoten. Good football between these two. Nice passing. Comes in with a tackle. First touch was poor. On the attack here. Schuitje. Hey. Oh, cadeautje. Die geef je toch niet aan mooi, jongens. Die schiet ze er gewoon in, hoor. 2-0. Lekker. Goed gedaan van Andrade. Goed doorgejaagd. En mooi, ja, die schiet gewoon hard. De keeper raakt hem wel, maar die kan het niet meer hebben. Twee keer morgen, jongens. Ja. Vrijtrap, vind ik ook. Troepé. Ja, Mulder die zag zijn kans schoon. Die denkt, ga gewoon schieten. Maar er lag er één voor. Op Vilena. Lekker, jongen. Kijk, Vilena, jongens, het is... Ja, wat is het? Ik krijg vaak van, joh, je moet hem verkopen, bla bla bla, maar ja... Hij doet vaak gewoon hele goede dingen. Ik weet het niet wat het is met die gozer. En het is natuurlijk wel gewoon echt Feyenoorder. Jeugdspelertje geweest natuurlijk.
doe je ook niet zomaar weg. Dan heeft hij toch een, heeft hij toch iets pluspuntje, zeg maar. Iets extra's. Kijk, en hier doet hij hem er gewoon in. 3-0. Hoppatee. Haha. Ja, ja, ja. Hij doet hem er gewoon in, hoor. Maakt Vilena allemaal niks uit. Zojuist pakte hij nog een bal af van de spits die anders alleen door was gelopen. En hier scoort hij gewoon. Hij kan het allemaal. Hij ziet er niet uit. Dat is een ding dat zeker is. Maar dat maakt niet uit. Misschien schrikt je tegenstanders wel af. Hé, hey, scheids, obstructie, man. Jezus. Waar is mijn rechtsbuiten? Andrade. Maar wat loop je in het midden te doen dan? Substitution coming up. Kom op. Atletico Madrid has many men forward as they can get. Well, those defenders are going to be een beetje laat voor Atletico Madrid. Plenty of aerial balls are going to be coming their way in the next few moments. Draden dan. Oei. Mooi. Nog een keer. Fuck. Hey, Sanchez, wat doe je nou, man? Dat die bal best mag pakken. Jongen. Nou, daar gaat Leuwe. Hebben nog eens een goed voorzetje, jongen. Nee, het is helemaal niks. Scheids. Godver. Echt. Dat is toch gewoon een vrije trap op het laatst, joh. Maakt niet uit. Gewoon 3-0 gewonnen. 2 keer Moore en 1 keer Vilena. Wie is de man of the match? Vilena. Nou, die kan ik toch niet wegdoen? Dat kan gewoon niet. Sorry, het spijt me. Hij kan gewoon niet weg. Hij moet blijven. Vilena moet blijven. Ik teken een petitie ervoor. Echt. En we hebben de tweede wedstrijd gewonnen. Dus we hebben 6 punten. En ik zit eraan te denken om er misschien 55 miljoen. FU. Oeh, bot op Timo Werner is accepted. Plus Kasdorp. Timo Werner. Jij wordt mijn nieuwe spits, hoop ik. Eens kijken. Roll at my club. Ja, je moet je muil houden. Ach, ga je een pong? Je speelt toch genoeg, man? Alleen nu even niet. Kom op, Werner. Oh, nieuwe bodem. Drommel gaan we niet verkopen. Ik heb eindelijk een fatsoenlijke reservekeeper. Die houden we gewoon. Bot op Kasdorp. 20 miljoen minstens. Ook al zit hij nu in een ruildeal. Botteguin. Een bot op Botteguin. Bot op Botteguin. Juist. Ietsje meer vragen. Doet ze toch wel, hoop ik. Oh, kom op. Voor de volgende wedstrijd. Nieuwe transfer. Kom op. Geef mij mijn nieuwe transfer. Nee, ik wil Drommel niet verkopen. Zo, die. Bam. Ze bieden toch allemaal kutbedragen. Bieden ze nu weer 17,5? Dat deden jullie net ook. Ik vroeg 20. Jullie komen niet eens een klein beetje meer bij mijn vraagprijs. Ja, en dan moet ik nog een nieuwe nummer 10, jongens. Daar ben ik ook hard naar aan het zoeken.
Nee, dit wilde ik niet doen. Ik heb al navraag gedaan, maar het is allemaal 30, 40, 50 miljoen. Het is toch geen, dat zijn toch geen bedragen meer? Dat kan ik toch niet betalen, jongens? Of ik moet Sanchez de ruil aanbieden. Maar ja, voor wie? Het zou een goede spelers natuurlijk. Sanchez is beter, zo is het ook. João Moutinho, ja, is al 32, hè. Dat is ook alweer een beetje jammer. Isco. Zou ik gewoon een bot op Isco doen? Ik ga het gewoon doen. Fuck it. Isco. Dan bieden wij gewoon 5 miljoen plus. Leuwe. Ah, nee. Oh, plus Sanchez. Waar is Sanchez? Daar is die. Doen we dat gewoon zo? Wie weet, jongens. Hij heeft wel veel geld, hoor. Qua salaris. Ik denk eigenlijk niet dat ik dat kan betalen. Maar goed. Ook Wijnaldum nog doen. Wijnaldum is ook leuk, natuurlijk, hè. Kan ik dan ook op hem Sanchez nu doen? Zeg maar. Ja, kan ik nu ook Sanchez op hem doen? Dat is echt heel raar. Ik snap. Sorry. Nou, dat kan ook. Gewoon Sanchez de ruil aanbieden voor Wijnaldum. Kijken wat ze daarvan vinden. Ja, verder. Hele goede spelers hier maar. Vooral deze. Nou goed, ik heb nu al op twee spelers een bot gedaan. Eens kijken wat dat gaat worden. We gaan nu even verder en dan gaan we zo naar de volgende wedstrijd. Maar daar stoppen wij voor vandaag dan. Morgen weer een dag. Yes! 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 Ha! Ik heb een nieuw spits! Oeh. Oh wauw, ik ben echt blij. Maar dat had je al door, denk ik. Wauw. Ik heb Timo Werner, jongens. Fuck yes. Nou gaan we gewoon 3-5-2 spelen. Kijk. We hebben maar één variatie op 3-5-2. Dat is wel jammer. Of we hebben die. Maar we gaan zo spelen. Dan zetten wij. Even kijken. Waar ben je? Kom tevoorschijn. Daar is die. Mijn nieuwe, gloednieuwe spits. Timo Werner. Samen met Dolbergje daar. Zetten wij voor nu Sanchez even op 10. Zetten we op links deze meneer Acheampong. Klassische draal samen met... Waar zijn al mijn spelers? Waar is Kimmich? Waar is Kimmich? Heb ik Kimmich gekocht? Wat? Ben ik... Fucking blind of. Oh ja, zo. Jeetje, staat die laag. Vilena niet op rechts. Vialba op rechts. Achterin wordt het normaal gesproken. Dus Van Beek, maar die is geblesseerd. Dus doen we nu even deze meneer Sint-Juste. Nou, hebben we dit elftal nu, jongens. Gaan we nog eens even de bank vullen. Met mensen die niet aan het... ...dingen ze zijn. Nog een verdediger op de bank, ja. Nou, doen we Mulder op de bank. Nou, heb ik van alles nu wel een beetje op de bank, alleen geen spits. Waar is Mor? Mor, waar ben je? Daar ben je. Doen we morgen ook nog even in plaats van jou. Hoppatee. Zo. Nou, dit wordt het, jongens. Dit gaat het worden. Eens kijken. Dan doen we attacking runs. Get in behind. Dan doen we jou.
Ik doe jou gewoon balanced. Jij moet ook naar voren rennen. Net als jij. Jij moet naar voren rennen. Klaasie die moet stay back. Sanchez, nou, die laten we maar gewoon een beetje aanrommelen. En dan gaan we het zo proberen, jongens. Volgende wedstrijd. Kijken, nieuwe tactiek. Nieuwe spits. Oh, ik ben blij. Ik zeg bedankt voor het kijken voor vandaag. Hopelijk weer tot morgen. Later.